Hallo reviewvrienden, hoe is ie daar? Gaat het lekker? Zien in de feestdagen? Oh, 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 wat heb ik daar weer trek aan? Wat wordt dat weer gezellig? Wat zit er onder het doosje? Dat heeft een beetje opgestuurd. Laten we snel kijken. Lekker cookies. Ik hou niet van koek. Ik hou dus niet echt van zoet. Eén keer in de... pak een beetje tante gereed. Ik denk 2 maanden. Dan loop ik dan naar zo'n drogist toe. Dan schep ik zo'n puntzak met drop in. Die vreet ik helemaal in 1 keer leeg thuis. Dan lig ik te koren op de bank van misselijkheid. En dan hoef ik zeker 2 maanden niks meer van suiker. Ik hou er niet zoveel van. Ik ben meer een gehaktbal en bierman. Enfin, dat rijmt. En ik heet ook Jan. Dus cookies zijn aan mij niet besteed. Maar wat zijn dit voor cookies? Ulker Biscrim Cocoa. Oké. Een Ulker Chocolate Haley. Ziet er wel heel gezellig uit. Waar komt dit vandaan? Dit komt uit Turkije. Het zijn Turkse cookies. Lekker Turkse cookies. Laten we even gaan proeven. Lekkere cookies uit Turkije. Nou, wel leuk. Ze hebben het dus in verdeeld in kleine rolletjes. Hier heb je de Biscrim. En dat is de Halle. De Biscrim. Voor zover ik kan zien, gewoon een koekje. Maar er zit natuurlijk een chocoladefabriek in. Ja. Ik moet eerlijk zijn. Op het pakketje loopt er 1,5 liter chocolade uit. In het echt is het 2 mm dik en zo droog als de pest. Maar, hoe is het koekje? Het koekje is lekker. Dit koekje is niet droog. Een oud-Hollands zandkoekje, alleen uit Turkije. Dus een oud-Hollands zandkoekje. En, nee, ik zei net dat die chocola droog is. Dat is helemaal niet waar. Die chocola is ook nog vloeibaar ook. Nou, ik krijg nou wat. Een Turkse koekje. Dat is hartstikke lekker. De Biscrim cacao is hartstikke lekker. Lekker Turks koekje. Dan kan de Haley van Ulker, de maker, niet vies zijn. Oh, bij de Haley hebben ze zich een beetje erg uitgesloofd. Kijk, een soort taartje met een beetje chocoladehagel erop. En daarin zit dus een wit laagje, zoals op het pakketje staat. Komt die. Turks koekje 2. Of Turks koekje 2. En dan begin ik een beetje een soort Zweeds te praten. Hey. Dit koekje is dus zacht van binnen. Er zit een soort crème laag in. Met chocola eromheen. En 2 ook weer van die zandkoekjes. Ook dit. De Haley. Is een verdomd lekker koekje. Begin ik toch een review met zeiken dat ik niet van koekjes hou. Zit ik 2 pakken Turkse koekjes te proeven. Helemaal te gek. Deze, helemaal te gek. Deze Haley, ook helemaal te gek. Helemaal te gek. Dit is een van de lekkerste koekjes die ik ooit heb gegeten. Ik maak geen grapje. En het kost ook geen reet. Want waar heb ik het gekocht? Oh nee, Ahmed heeft het gekocht. Waar heeft Ahmed het gekocht? Bij de Turk. Bij zo'n Turkse supermarkt. Dit kost echt helemaal geen moer. Lekkerste koekjes ooit. Ik heb nooit de aandrang gehad om Turkse koekjes te kopen. Want waarom zou ik Turkse koekjes kopen als ik niet van koekjes hou? Maar ik hou dus nu wel van koekjes. Namelijk voor Turkse koekjes. Deze Turkse koekjes ga ik kopen. Ik ben namelijk gek op deze Turkse koekjes. Turkse koekjes. Nog een keer, Turkse koekjes. Cijfertjes, mooi. Deze, superlekker, krijgt van mij een 8. Deze, ook superlekker, krijgt van mij ook een 8. Ik zeg gewoon topkoekjes. Gewoon lekker halen, lekker kopen. Van Ulker Haley en Ulker Biscrim. En wat dat betekent, mag God weten. Ik heb trouwens nog 1 leuk verhaal om het af te ronden. Ik woonde in Amsterdam. En bij ons om de hoek was een Turks restaurant, waar ik eigenlijk nooit at, omdat ik bij een tent verderop altijd at, bij de Turk. Maar deze tent, die heette dus Iskender. En volgens mij is Iskender een stad daar, of iemand die bekend is, maar volgens mij is het een stad. En die heette dus Iskender. En ik wist het toch voor elkaar te krijgen om iedere keer als ik dronken was, daar binnen te komen, om 1 uur of 2 's nachts, en dan heel hard te roepen, Iskender!
Iskender! En dan zei, meneer, goedenavond, wilt u nog wat eten? Nee, Iskender! Ja, meneer, dit is Iskender. Wat wilt u eten? Wilt u broodje warm eten? Of lekker soep eten? Nee, ik wil even eten, Iskender! Nee, meneer, ik denk dat u naar huis moet gaan. Ik denk dat u te veel gedronken heeft. Ja, maar hij kende ze dus niet. Altijd lachen met die Turk, jongen. Ze vonden het niet grappig, overigens.